Het Bureau Vrouwen- en Kinderbeleid coördineert het jeugd-, zeden- en genderbeleid op het ministerie van Justitie en Politie. Dit bureau ontvangt geen cliënten, maar werkt projectmatig op beleidsniveau. Dat betekent dat zij projecten uitvoeren als het gaat om het kinder- en genderbeleid. Er zijn verschillende projecten gerelateerd aan het beleid. Als het gaat om kinderen, dan kijken we naar de beleidsdoelen van het ministerie. Als het gaat om bescherming van kinderen, dan zijn we met een aantal projecten bezig. Om beleid te formuleren heb je bijvoorbeeld data nodig van de verschillende afdelingen. En wij zijn een afdeling die intern werkt. Intern samenwerkt met verschillende afdelingen van het ministerie en ook externe partners. Die werken we ook samen. En dan zo om die data te krijgen is er intern een dataverzamelsysteem ontwikkeld door het bureau. Door een consultant, dus er is een consultant aangetrokken om een dataverzamelsysteem op te zetten. Of een datasysteem waarbij de informatie van kinderen die in aanraking komen met justitie ingevoerd wordt in het systeem. Ander project bijvoorbeeld, het ministerie heeft de meldpunten opgezet voor kinderbescherming in drie districten, Apura, Koroni en Paramaribo-Zuid. We geven onze medewerking als het gaat om evalueren van de meldpunten, om te kijken van waaraan moeten we nog werken om het beschermen van kinderen te verbeteren. Dus de meldpunten zijn geëvalueerd, we moeten kijken hoe we kunnen werken aan capaciteitsversterking bijvoorbeeld van de meldpunten om verder te gaan naar landelijk opzetten van meldpunten. Daarnaast organiseren wij trainingen, voorlichtingsprogramma's en verder coördineren wij ook binnen het ministerie de verdragsverplichtingen. Binnen het dataverzamelsysteem worden de kinderen gevolgd en vanuit de opgemaakte rapporten wordt beleid geformuleerd. Verder zorgt dit bureau ervoor dat de structuren in orde zijn als het gaat om het jeugd- en zedenbeleid binnen het ministerie. Voor dit jaar willen we dan doorgaan met de raad huiselijk geweld voor aanpak van huiselijk geweld. Er zijn een aantal dingen die aangepakt moeten worden. Bijvoorbeeld de wet bestrijding huiselijk geweld is in het jaar 2009 goedgekeurd. Het is nu in werking. Mensen kunnen verzoeken indienen voor bescherming. Slachtoffers kunnen verzoeken indienen voor bescherming. Het is de bedoeling dat we dit jaar willen evalueren hoe het werkt in de praktijk. Dat is een van de projecten die we willen uitvoeren. Natuurlijk samen met de Raad Huiselijk Geweld. Het bureau heeft zitting in de Raad Huiselijk Geweld. Daarna willen we gaan naar een standaardformulier voor registratie huiselijk geweld. Een ander project is dan ook aanpak seksueel molest op de werkplek. Er is al beleid geformuleerd op het ministerie voor aanpak van seksueel molest op de werkplek. En het is de bedoeling dat we werken aan de randvoorwaarden. En daar gaat het om instellen van een klachtencommissie en vertrouwenspersonen benoemen. Daarnaast willen we ook werken aan versterking van de meldpunten. En ook kijken naar een aantal wetgeving die te maken hebben met kinderen en vrouwen. Om hun positie te verbeteren. Als we denken aan bijvoorbeeld een wet kinderombudsbureau die door het bureau is geconcipieerd, willen we kijken van wat kunnen we dit jaar eraan doen, zodat het goedgekeurd wordt. Vanuit het bureau wordt een beroep gedaan op de samenleving om elke vorm van geweld te melden bij de diverse instanties. Kijk, als het gaat om een geweld, aanpak van geweld, dan wil ik iedereen opvragen, als je bekend bent met gevallen van geweld, meld het aan. Geef het door. Zolang het niet wordt doorgegeven, kan het ministerie het niet aanpakken. Maakt niet uit aan welke instantie, al is het een individueel persoon die dan contact maakt met een bepaalde instantie, maar geef het door. Zolang het niet wordt doorgegeven en het niet bekend is bij het ministerie, kunnen wij eigenlijk niet aanpakken en niets eraan doen. De meldpunten voor kinderbescherming die zijn opgezet door het ministerie van Justitie en Politie zijn te bereiken op de volgende nummers. Stibula op 488-344, meldpunt Coroni op 023-5588, meldpunt Apura op 022-0156 en de afdeling Justitie Nikeri op 02-31862. Tot zover deze aflevering van Belicht. Tot de volgende keer.